Welkom bij dit interview met Jan Geurts. Dit is een interview dat ik een tijdje geleden heb opgenomen met Jan Geurts op het Gelukkig van Binnenuit e-festival. En dat was een online festival dat plaatsvond op commithappiness.nl en waar heel veel verschillende sprekers hun visie deelden op het vinden van geluk in jezelf. Dus zo ook Jan Geurts. En in dit interview gaan we het dus hebben over hoe je geluk in jezelf vindt, hoe eigenlijk al het geluk wat je ooit ervaren hebt in feite van binnenuit kwam. En specifiek hoe je juist de negatieve gebeurtenissen, de negatieve emoties, de negatieve momenten in je leven kunt gebruiken om weer terug te komen bij jouw natuurlijke volmaaktheid, bij het geluk dat altijd in jezelf aanwezig is. In dit filmpje zie je de eerste 10 minuten van het interview. En ik wil je vast laten weten dat als je dat leuk vindt, je ook het volledige interview kunt bekijken op Commit Happiness. En dat kun je vinden op www.commithappiness.nl/Jan Geurts. En ik zal je aan het eind van dit filmpje nog een keer die pagina voor je herhalen, zodat als je daarna denkt, hey, dit interview is interessant, hier wil ik meer van zien, je weet waar je het kan vinden. Ik wens je heel veel plezier. We zijn nu op het Gelukkig van Binnenuit festival en ik vind zelf dat Jan Geurts heel erg mooie dingen te zeggen heeft over geluk van binnenuit. Dus Jan, ik was vooral benieuwd, zou je kunnen aftrappen en een korte introductie ook geven in jouw werk door te vertellen over wat is volgens jou nu de weg naar dat innerlijke geluk? Dat is niet iets wat ik zelf ontdekt heb, dat is eigenlijk al heel erg lang bekend. Al, ik denk zo in ieder geval vanaf de Boeddha, 2500 jaar geleden, die heeft daar een soort middel gevonden hoe je geluk in jezelf kunt vinden. En dus ook een verklaring hoe het doorgaans lijkt alsof we geluk buiten onszelf moeten vinden. En hoe dat dan werkt. Dus dat hele systeem van zeg maar, hoe onze geest werkt en hoe het voor onze geest dus lijkt alsof geluk binnengehaald moet worden van buitenaf. Hè, door fijne omstandigheden of leuke personen in je leven zeg maar, te verzamelen. En hoe dat als het ware een soort omweg is, want dat geluk wat je dan ervaart als je bijvoorbeeld dat nieuwe huis of die nieuwe auto of die nieuwe geliefde vindt, is uiteindelijk toch ook geluk uit jezelf. Het komt altijd van binnenuit. Het is niet iets als een soort van cadeautje of zo, van eerst heeft de ene het en dan geeft hij het aan de ander of zo. Het lijkt wel zo, alsof die auto, als ik hem eenmaal in mijn bezit heb of die mij geluk schenkt, maar dat is toch niet echt het geval. Dat geluk zit niet eerst in die auto en omdat ik hem koop, komt het in mij terecht. Dus er is iets gaande waardoor als ik eenmaal die auto heb, geluk voel. En dat geluk wat ik voel, komt van binnenuit. Het kan niet ergens anders vandaan komen. Het komt altijd van binnenuit. Dus dat hele systeem, dat heeft de Boeddha uitgelegd. En het is eigenlijk best wel een tamelijk simpel systeem om te snappen. Alleen het snappen help je er niet vanaf. Dus het snappen is eigenlijk heel simpel. We stellen eerst een soort voorwaarde aan ons geluk. Namelijk voldoen aan iets buiten je. Ja? Voldoen aan een omstandigheid die we dus menen die ons geluk gaat brengen. Dus waarom doen we dat? Dat doen we omdat we een soort identiteit ontwikkeld hebben. Ja, dus in onze jeugd leren we dat. We leren als het ware een soort zelfbeeld, wat boeddhisten ook wel ego noemen. En dat zelfbeeld, dat heeft een bepaalde structuur, bepaalde eigenschappen. En door die eigenschappen lijkt het heel erg waar dat geluk van buitenaf komt. En als je eenmaal gelooft dat dat heel erg waar is, dan moet je dat dus ook blijven doen. Dan moet je dus dat blijven najagen. Moet je succes en geluk en geld en liefde, moet je blijven najagen. Want als je daarmee ophoudt, dan kom je in eerste instantie in een soort gat terecht. Val je in een soort gat, lijkt het of je niks meer waard bent. Ja? Dus in ons zelfbeeld zit een hele diepe overtuiging dat we op een heel fundamenteel niveau niet gelukkig kunnen zijn uit onszelf. Niet zelfstandig kunnen zijn. En waarom hebben we dat allemaal? Omdat we allemaal baby geweest zijn. Dus in onze babytijd waren we inderdaad zwak, afhankelijk en machteloos en behoeftig. En later hebben we dan geleerd hoe je
zelfstandig kunt worden. Maar die zelfstandigheid die ontlenen we ook aan anderen, aan de goedkeuring van anderen. Dus dat hele systeem hebben we in onze babytijd aangeleerd. En toen was het echt waar. Toen kwam geluk van buitenaf. Ja? Als je moeder wegbleef, ging je dood. Als, ja. moeder weer kwam opdagen met de fles of de borst en een luier en knuffels en warmte, dan ontspande dat babytje weer. Dus je ziet dat in die, zeg maar, in die eerste jaren van ons leven, als we werkelijk afhankelijk zijn, leren we dat hele diepe gevoel van dat we van onszelf niet gelukkig kunnen zijn. En dat we ten diepste afhankelijk zijn van anderen om ons goed te voelen. En dat hele geloof of gevoel, dat houdt zichzelf in stand daarna. Dat als dat eenmaal gevestigd is in je jeugd, dan blijf je daar dus in geloven. En blijf je op zoek naar bevestiging van buitenaf. En blijf je je waardeloos voelen als die bevestiging dan niet op tijd binnenkomt. Hè? Iedereen weet dat als je een paar dagen geen mensen ziet en een beetje alleen bent, dan kun je je al gauw eenzaam gaan voelen. En dan heb je echt nodig dat iemand even aardig tegen je is en zo. Dat is allemaal vrij normaal ook. Maar het is ook een soort misvatting. Het is ook een soort van, ja, soort van idee waardoor je denkt dat je dat nodig hebt. Ja, en zou je een voorbeeld kunnen geven van hoe zo'n ego-patroon zich ontwikkelt? Ja, jawel. Ik geef natuurlijk vaak een voorbeeld wat ik zelf heb meegemaakt. Ik was zelf, in mijn jonge jaren was ik een nakomertje in een groot gezin. Dus ik was het zesde kind en die andere kinderen waren allemaal een stuk ouder dan ik. Dus wat ik heel snel leerde in die allerjongste jaren, was een gevoel van de zwakste te zijn. Ik was altijd de zwakste in huis. En dat merkte je gauw genoeg, want als je dan een keer boos werd, omdat er iets van je werd afgepakt, dan werd je hartelijk uitgelachen. Dus je leerde al heel snel dat je met boosheid alleen maar afgewezen werd. En dus het geloof, ik ben zwak, leverde een soort automatisme op, dat je probeert met lief te zijn je zin te krijgen. Ja? Want met boosheid krijg je je zin niet. Dus je probeert maar met lief te zijn. En dat patroon, dat heeft een naam, dat heet nice guy patroon. Dus nice guy is iemand die zichzelf altijd zwakker voelt dan anderen en daardoor conflicten moet vermijden. En daardoor, als het ware, altijd een soort pleasend, een soort geruststellend gedrag vertoont ten opzichte van anderen. Dus dat is een voorbeeld van een ego-patroon, een automatisme wat je aanleert om dat hele diepe gevoel van ik ben de zwakste maar niet te voelen. En als het ware je gedrag zodanig aan te passen dat je daar niet mee geconfronteerd wordt met dat gevoel van zwakheid. En het bizarre is nu dat omdat je dat hebt, omdat je dat doet, omdat je dus niet je de zwakste wil voelen, ga je conflicten uit de weg. Maar omdat je conflicten uit de weg gaat, hou je het geloof dat je eigenlijk de zwakste bent in stand. Ja. Dus hier zie je het, zeg maar, het averechtse van het hele ecosysteem. Het systeem dat als het ware erop gericht is om dat allerdiepste gevoel van machteloos, afhankelijk, behoeftig en zwak maar niet te voelen. En dus heel erg proberen van andere mensen de erkenning te krijgen dat je wel goed bent zoals je bent. En daarmee hou je dus dat hele geloof in je eigen behoeftigheid hou je in stand. Dat is een vicieuze cirkel. Ja, precies. Huh? Zou je dan ook zeggen dat elke emotionele pijn die we kunnen ervaren, dat een vorm is van zelfafwijzing? Ja, jawel, hoewel je dan meteen wel een onderscheid moet maken tussen, zeg maar, de normale pijn die samenhangt met hechten en onthechten, wat we als mens altijd meemaken, en het lijden aan die pijn. Ja? Dus om een voorbeeld te nemen, nou ja, wat je zelf nu meemaakt deze dagen, is dat je verlies hebt. Hè? Je hebt iemand verloren, dat doet pijn en dat is heel normaal. Want als mens heb je een heel gezond mechanisme dat je je hecht aan geliefden. Aan je partner en aan je broer en zussen, aan je familie, aan je kinderen en zo. Dat is een normaal proces. En als dus zo iemand uit je leven verdwijnt, dan doet dat pijn. Dat is onthechting. Nu, dus dat pijnlijke gevoel is nog niet het echte lijden eraan. Dat echte lijden eraan, dat ontstaat pas doordat je je identificeert met die pijn en er tegen in verzet gaat. En verzet ontstaat dus door allerlei gedachten als waarom overkomt mij dat nu, wat vreselijk, waarom had dat niet anders kunnen gebeuren, waarom was die persoon net op dat moment toen daar die bus over hem heen reed of wat dan ook, weet je wel. Dus allerlei gedachten van dit had niet mogen gebeuren,
Ik wil deze pijn niet voelen. Het is onrechtvaardig dat mij dit gebeurt. Waarom een ander niet en ik wel? Dat, al dat soort gedachtes vormen dus als het ware het lijden aan wat op zich een pijnlijke gebeurtenis is. He, dus voor de meeste mensen is het moeilijk om dat onderscheid te maken tussen, zeg maar, tussen pijn en lijden. En hetzelfde gebeurt eigenlijk ook met fysieke pijn. Als je je been breekt of je hebt een kiespijn of wat dan ook, dan heb je dus een fysiek ongemak. Maar bijna altijd hebben we er ook een mentaal verzet tegen dat fysiek ongemak. Een soort van reflex is dat, die jou de suggestie wekt dat je iets moet doen om ervan af te komen. En dat is natuurlijk een feit, een hele primitieve reflex. Die zit ergens in onze hersenen ingebouwd. En die nog een functie had als het ging om, zeg maar, directe pijn. Ja, als iemand op je teen staat, dan weet je, dan moet je even opzij stappen. Ja, en in de oertijd, ja, als je aangevallen werd door een wild dier en dat deed pijn, en dan ging je verdedigen. Dus dat verzet is heel gezond. Een soort systeem wat gericht is op overleven. Maar zodra, zeg maar, onze hoger ontwikkelde hersenen een situatie interpreteren als pijnlijk, zoals bijvoorbeeld het verdwijnen van een geliefde, gaat dat lagere hersensysteem in verzet ertegen. Denkt, ik moet iets doen. Maar je kan niks doen, ja? Want de geliefde is er al vandoor, of de geliefde is al overleden. Je kan niks doen, ja? Maar je vindt dat je iets moet doen. En dan gaat je geest dus op hol slaan. Gaat allerlei dingen bedenken, hoe het anders had moeten lopen, of kunnen lopen, of... Als je, weet je wel, afijn, als de omstandigheden maar anders waren geweest. En dus vooral ook als ik maar anders was geweest. Misschien ligt het dan toch aan mij. Had ik niet anders moeten reageren. Dat soort dingen. Dus allemaal dingen die als het ware enorm pijnlijk zijn. Heel beknellend zijn als het ware. En dus dat is wat we doen. Met op zich, zeg maar, vrij normale gebeurtenissen in ons leven. Zoals iemand verliezen of... Of in een omstandigheid komen die, zeg maar, fysieke pijn oplevert of zo. Dat zijn op zich eigenlijk geen rampen. Dat zijn normale gebeurtenissen. Maar waar we vreselijk veel lijden aan vastplakken. Door dat hele ecosysteem van menen dat je iets moet doen om weer gelukkig te zijn. Ja, het doet me ook denken aan een psychologisch onderzoek. Waarbij bleek dat als je bijvoorbeeld je teen stoot omdat je zelf tegen een tafel aanloopt. Dat minder pijn doet voor mensen dan wanneer iemand hem bewust op hun teen is gaan staan of iets dergelijks. Dat geeft eigenlijk al aan hoeveel dat verhaal wat we erover vertellen impact heeft aan de hoeveelheid pijn die we ervaren daarin. Of eigenlijk dat lijden wat je dus zegt. Ja, inderdaad, ja. Ja, en wat is voor jou dan de manier om uit die cirkel te stappen, om terug te gaan naar alleen het ervaren van pijn en niet dat hele verhaal en het lijden erbij te hebben? Ja, dat is eigenlijk een methode, die dus, dat is wat de Boeddha ons geleerd heeft, is een bepaalde manier van leren kijken naar je eigen geest. En dus eerst dat hele mechanisme proberen te herkennen. Het heeft niet zoveel zin om op een grond van een soort theoretische overtuiging, zo van, oh, de Boeddha zei dit en dit en dat, en dus ga ik het anders beleven. Zo werkt het niet. Je moet het echt zelf helemaal onderzoeken ook, van, is dat echt waar? Bijvoorbeeld als je pijn hebt, is het echt waar dat ik aan alsmaar pijnlijke dingen aan het denken ben? Of probeer juist aan hele troostende dingen te denken? Maar het grappige is dat ook dan de pijn erdoor in stand gehouden wordt. Want je blijft geloven in die hele, zeg maar, gedachtenstroom die je hebt naar aanleiding van dat ongemakkelijke gevoel. Dus er is een soort relatie tussen de fysieke sensatie van pijn en de mentale constructie die er een verhaal bij bedenkt de hele tijd, een verhaal waar dus elementen in zitten als ik ben verkeerd bezig of de omstandigheden zijn onrechtvaardig of een andere persoon is verkeerd bezig of iets in die trant. Dus wat je doet om dat... Zoals ik zei, was dit het begin van het interview met Jan Geurts en gaan we nog 50 minuten lang een heel stuk dieper met hem duiken. In de rest van het interview gaan we het onder andere met Jan Geurts hebben over hoe onze neiging om van pijnlijke emoties af te willen, om ze te willen oplossen, vaak juist averechts werkt. En hoe je meditatie en bewuste aandacht kunt gebruiken om los te komen van die gedachten die ons lijden veroorzaken. We gaan het ook hebben over de valkuilen die je daarbij tegen kunt komen en hoe je dit proces het beste kunt gebruiken als je momenteel met een depressie of gezondheidsproblemen kampt. We gaan jou, Geurt, horen over wat het echt betekent om van jezelf te houden. Iets anders dan we meestal denken.
En tot slot gaan we het nog hebben over hoe je zijn methodiek ook in het dagelijks leven kunt toepassen. Wat je kunt doen op de momenten dat het vaak iets te hectisch is om stil te gaan zitten mediteren en met je bewustzijn bezig te zijn. Dus ik hoop je natuurlijk terug te zien bij de rest van het interview en je kunt het vinden op www.commithappiness.nl/Jan Geurts.